NPO-presentatrice Shazia Mourali, ooit bekend van haar iconische rol als de strenge de zwakste schakel, heeft een diepgaande toewijding aan bewust leven. Haar inzet voor de strijd tegen klimaatverandering is een krachtig voorbeeld van haar streven naar een duurzamere toekomst. Dit komt tot uiting in haar keuzes en levensstijl. Shazia hecht niet alleen waarde aan haar eigen bewuste levensstijl, maar wil deze waarde ook doorgeven aan haar 16-jarige dochter. Op haar 11e stopte haar dochter met vlees eten, wat getuigt van haar opgroeiende bewustzijn over milieu en ethische kwesties. Een recent voorbeeld van Shazia's engagement voor een beter milieu is de vakantie van haar dochter naar Rome. Deze vakantie is echter bewust klimaatvriendelijk, want haar dochter koos voor de trein in plaats van het vliegtuig. Wat opvalt in Shazia's benadering van bewust leven, is haar focus op het verminderen van reizen over lange afstanden. Dit jaar besloot zij en haar gezin niet op wintersport te gaan, maar in plaats daarvan te genieten van wandelingen in de Belgische heuvels en Maastricht. Shazia benadrukt dat avontuur en schoonheid niet ver weg te vinden zijn en we hoeven niet altijd naar verre bestemmingen te reizen. De presentatrice dringt erbij mensen op aan om dichter bij huis te reizen en zich bewust te worden van de negatieve effecten van massatoerisme op de planeet. Zij wijst op de overbevolking van toeristische trekpleisters zoals de Mount Everest en het zoeken naar innerlijke rust in verre oorden, terwijl deze ervaringen ook in eigen land te vinden zijn. Shazia is op haar 60ste een tevreden en gezonde 60er, met een succesvol tv-programma, liefdevolle relaties en een geweldige dochter. Haar wensen voor de toekomst zijn eenvoudig: wereldvrede en een oplossing voor de groeiende klimaatproblemen.